Kleine Tour TV wordt mede mogelijk gemaakt door Slijterijver Aagt, Autobedrijf Culenaar, Dansgroep Chapeau, Jumbo Supermarkt Steenbergen, Autobedrijf Irix, Restaurant Grand Café de Keuning, Rijschool van den Kieboom, Madri Totaalinstallateur, Bakhuis Brood en Banket, De Commerce, Wanders Bandenservice, Jolanda's Boeket. In deze aflevering kijken we naar de misverkiezing, de koppelkoers en de fietsenkeuring. Veel plezier! Alles is gedaan. Ja, intro opgenomen. To-do-lijstje afgesproken. Ja, oh. Ja, volgens mij hebben we alles wel. Hey Wim. Ja, Wim. Je spreekt met Siep, Wim. Hoi Wim. Het is Wim. Ja, nee. En hoe gaat het? Hoe was jouw weekend? Oh ja. Ja, goedemorgen Wim. Ja, met Christa van Slos TV, van de Kleine Tour TV. Ja, we zijn helemaal klaar voor morgen. Hele to-do-lijstje afgestreept, dus ja, laat die 50ste editie van de Kleine Tour maar komen. Wat zei je? Vandaag? Hij begon toch morgen? Morgen toch? Nu! We hebben ons vergist. We moeten gaan. We moeten gaan. Hey hoi, hallo en leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Kleine Tour TV, want het is weer zover. Vandaag, maandag 5 augustus 2019, gaat de 50ste editie van de Kleine Tour van start. En zoals altijd beginnen we op de maandag met de fietsenkeuring. Dit jaar niet bij basisschool Maria Regina, maar bij zwembad De Meermin. We gaan dus een kijkje nemen, want hier worden niet alleen fietsen gekeurd, maar vindt er ook nog iets anders plaats. Got a taste of love in a simple way. And if you need to know why I'm still standing, you just fade away. And don't you know I'm still standing better than I. Ik zit hier bij Jarno. En Jarno, jij fietst dit jaar voor de derde keer mee met de Kleine Tour. Heb je er een beetje zin in? Heel erg, ja. Heel erg veel zin. Hey, dat is hartstikke goed. Hey, en het is natuurlijk wel een speciaal jaar dit jaar. Ja, vijf. De 50ste Kleine Tour. En wat vind je nou zo leuk aan meedoen met de Kleine Tour? De sfeer is heel gezellig. En je doet lekker met z'n allen fietsen. En het is ook zeker gezellig met alle spelletjes en zo. En gelukkig is het ook lekker weer vandaag, dus dat scheelt. Hey, je hebt net je fiets laten keuren. Vertel, hoe ging het? Ja, wel goed. Het is een mountainbike, maar bijna zeiden ze dat het een racefiets was. Maar uiteindelijk was het toch wel een mountainbike. Want als je, wat had het betekend als je een racefiets had gehad? Dan krijg je meer strafpunten. Oh, meer strafpunten. Nou, gelukkig heb je dan toch nog een mountainbike. Ja. Hey, en Janne, waar heb je nou het meeste zin in deze week? Ik denk toch wel de cyclocross en de tijdrit. Heb je daar goed voor een beetje geoefend? Nee, ik doe het altijd gewoon puur uit mezelf. Nou, hey, Janne, ga naar 5 geven. Ja.
Heel veel succes deze week. Ja, dank je. Hoe hebben jullie je voorbereid op de 50ste editie van de Kleine Tour? Nou, eigenlijk gewoon heel goed. De boodschappen zijn gedaan, de tenues zijn gewassen. En ja, wij zijn er gewoon helemaal klaar voor. Hebben jullie ook een beetje zin in? En ook op vakantie geweest om even bij te tellen? Uitrusten. En ook zin in? Absoluut, heel veel zin in. Zouden de dames er ook zin in hebben? Ja, weet ik wel. Denk het wel. Zeker weten. Hebben jullie een beetje zin in, dames? Ja! Oké. Goed zo. Nou, misschien dat het uit de Sosco zo meteen nog wat meer wordt. Ja, ja, spannend hè, zo'n TV. Spannend. Ja. En waar deze 50ste editie van de Kleine, die zijn nu bij zwembad en meer min. Wat gaat er zo meteen gebeuren? Ja, we hebben zo meteen een spelletjes-circuit. Het is eigenlijk een beetje de opzet zoals we dat met de misverkiezing doen. Er zijn spelletjes op het gras en in het zwembad. En dan om de beurt doe je met twee ploegen tegelijk een spel. En dat wordt steeds afgewisseld. Oké, nou, ben benieuwd. Ik denk dat het heel leuk wordt. Nou, dan wensen jullie bij deze heel veel plezier. Dankjewel. Gaat goed komen. Dank je. Ik sta hier bij Thijs van de Rabobank en Thijs, je bent vandaag jarig. Hey Thijs, van harte gefeliciteerd. Hoe oud ben je vandaag geworden? 13. Ik heb even de rest van je ploeg opgetrommeld. Want als je jarig bent, dan moet natuurlijk wel even gezongen worden, hè, jongens. Ja. Kijk, we gaan even aftellen van 3 naar 0. Dan gaan we heel hard Lang zal ze leven zingen. 3, 2, 1. Lang zal die leven, lang zal die leven. Super. Hey en Thijs, wat doet de Rabobank ploeg er nou vandaag extra aan omdat ik jouw verjaardag is? Koeken eten. Koekjes eten, lekker. En besjes eten. Besjes, ook goed. Kersen, lekker. Hey, en hoe vind je het nou om vandaag jarig te zijn? Leuk, denk ik. Je hebt wel een lekker weer en een lekker waterspelletjes. Ja. Nou, hey Thijs, dus ik een hele fijne dag. Dank je. En heel veel plezier met de Kleine Tour. Ja, dank je. Hakuna Matata. What a wonderful phrase! Hakuna Matata. It ain't no passing craze. It means no... Ik zit hier bij Wim en Wim, hoe is het gegaan met de voorbereidingen voor deze prachtige editie? Nou, we hebben heel veel werk erin gestopt. Dat mag rustig gezegd worden. Heel veel mensen hebben eraan gewerkt. Want we willen dit een fantastische week maken voor de kinderen. Er staat heel veel op de stapel. En we beginnen natuurlijk vandaag met dit prachtige weer in het zonnetje. Met een meerkamp in het zwembad. Ondertussen zijn we nog wel de fietsen aan het keuren. Maar ik heb begrepen, de laatste ploegen zijn bezig. Dus we zitten prima op schema. En ze hoort het ook, de Kleine Tour moet altijd netjes op schema zijn. Ja. En ondertussen op de achtergrond, misschien kan de cameraman dat ook een beetje inzoomen. We zijn al het dansje ook een beetje aan het oefenen. En we hebben een mooi tourlied, een mooie clip. Alle ingrediënten zijn daar om er een prachtige week van te maken. We hopen dat, dat iedereen er heel veel van gaat genieten. Dat het een veilige tour is. Dat we ook straks met de fietsen onderweg, dat we veilig blijven fietsen. Want dat is wel de bedoeling, dat we zaterdag met z'n allen naar de spectaculaire prijsuitreiking op de markt komen. Dus, en natuurlijk daarvoor de bloemenhulde. En tussendoor zitten er een heleboel dingen. Ook een heleboel verrassingen. Ook voor de kinderen. Die weten dat allemaal nog niet wat er komt. Dus, en zelfs de ploegleiders die weten het ook nog niet allemaal. Dus wij houden de spanning er een beetje in. Maar ik kan je vertellen, het zal goed leuk. We kijken er heel erg naar. Nou, wij ook. Bedankt. Oké, graag gedaan. Toi toi. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing. It's a problem-free philosophy. Eén voor één ga je naar boven, via de touwen en je komt glijdend naar beneden. Gewoon nog rustig, niet al te gek, anders vlieg je uit het bad.
kom je hier in het water terecht, pak je één tennisbal, niet meer. En die ren je naar de emmer, gooi je in de emmer, heb je een punt. Zodra de eerste naar beneden komt glijden, mag de volgende alweer gaan rennen de trap op. Jullie gaan één voor één over de baan heen. Als jullie aan het eind eraf zijn, aan het eind zwemmen en via het trapje rechts eruit. En ik zeg wanneer de volgende mag starten van jullie. Snap jullie hem? Ik zit hier met badmeester Leo en wat vindt u ervan dat de 50ste editie van de Kleine Tour, de opening daarvan, hier vandaag is bij Zwembad de Meermin? Nou, als personeel vinden we dat helemaal leuk. We vinden het fantastisch dat jullie 50 jaar bestaan natuurlijk. Dat is denk ik uniek, heel mooi. En als je ziet met hoeveel enthousiasme dat iedereen hier bezig is, zowel vanochtend degene die opkwamen zetten als de kinderen nu. Ja, wij vinden het helemaal fantastisch dat Kleine Tour Zwembad de Meermin heeft aangedaan. Hartstikke mooi. En wat voor spelletjes kunnen we hier vandaag verwachten? Nou, ik heb net even al stiekem gekeken, jullie waarschijnlijk ook. In het diepe bad hebben ze een hele mooie hindernisbaan liggen. In het ondiepe bad liggen er allerlei spelletjes in wat allemaal oversteekvormen zijn. En met grote voetpedals, met banden, een bandenbrug ligt erin. Op de zonnewei heb ik hele uitdagende hindernisbanen gezien. Dus ik denk dat de kinderen wel aan de trekken komen vanmiddag. Ben je net vroeger ook betrokken geweest bij de Kleine Tour? Nee, helaas niet. Ik heb wel twee jongens grootgebracht in het Steenbergse, maar die hebben wel, die weten uiteraard wel, want ja, wie weet niet wat de Kleine Tour is, maar die hebben nooit meegedaan. Dus ik weet wel, in het 25e jaar ben met de straks verteld, zijn jullie ook wel eens hier geweest. En toen deed ik bij badmeester Cor uiteraard ook nog wat werkzaamheden. Dus ik wist wel dat jullie in het verleden wel eens hier geweest waren. Oké. En het weer zit ook mee gelukkig vandaag. Soms durf ik wel eens te zeggen, je krijgt wat je verdient. Je moet er wel voorzichtig in zijn. Ja, dit is natuurlijk de kers op de taart voor de Kleine Tour om zo te mogen openen met dit weer. Hartstikke leuk. Bedankt. Graag gedaan. De Kleine Tour is bij deze officieel geopend bij Zwembad de Meermin. Fietsen zijn goed gekund en de rennetjes genieten nu van heerlijke waterspelletjes. Wij sluiten hem hier bij het zwembad af. Dad, hit the road, Dad, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Dad, don't you come back no more. Op zondag 19 mei werd er weer een mis gekozen bij de misverkiezing van de 50ste Kleine Tour. Maar wie zijn eigenlijk de kandidaten? Hallo, ik ben Marit Hesselt, ik ben 15 jaar oud en ik zit op de draflijn in Steenbergen. Hoi, ik ben Selina Veres, ik ben ook 15 jaar oud en ik zit ook op de draflijn in Steenbergen. Hoi, ik ben Jenny Westerwelen, ik ben ook 15 jaar oud en ik zit op het steenspeelhal Halsteren. Hoi, ik ben Felicia Dekkers, ik ben 14 jaar oud, ik zit ook op draflijn Steenbergen. En vinden de meisjes het spannend? Ja, echt wel, ja. Ja, zeker. Heel spannend, ja. En wat moet je eigenlijk doen als mis? Nou, als mis dan moet je altijd handtekeningen zetten en je rijdt voorop in een karavaan, in een cabrio. En je mag s'avonds bij de prijsuitreiking mag je de prijzen uitreiken, dus het was een geweldige ervaring, ja. Wat is je tip, Maaike? Vooral echt jezelf blijven. Want als je dat doet, dan weten de rennetjes ook hoe je echt bent. En dan, als ze je dan leuk genoeg vinden, dan stemmen ze op je en dan word je de nieuwe mis. En er was ook nog een speciale gast. Ik ben Corrie Huismans, de allereerste ronde mis. En toen was er geen misverkiezing. Ze hadden alles klaar, maar ze hadden geen ronde mis. En toen ben ik gevraagd. Dus vandaar. En dat is het tweede jaar ben ik mis geweest. Omdat het tweede jaar ook, ja, het was heel veel regelen natuurlijk. En toen ben ik het nog maar een keer geworden. En dan nu. Wie wordt de mis van 2019? Het belangrijke moment.
en ik laat me daar maar direct mee starten. Maar dus chillen. Selina, Marit, Felicia, jullie hebben het hartstikke goed gedaan vanmiddag. Ik ben trots op jullie, maar ik kan er maar één de mis zijn. En de mis kleine tour voor deze jubileum uitgave, editie, mis kleine tour 2019 is mis Marit. Gefeliciteerd. Onze nieuwe mis is mis Marit. En ze krijgt ook nog een mooie beker. Hoe zou Marit zich nu voelen? Ja, ik ben echt super blij. We wensen je veel succes met de 50ste kleine tour. Ja, dankjewel. Er valt dit jaar weer een camera te winnen bij het onderdeel De Rebus. We zijn dit jaar op zoek naar een vroegere miss of een oude winnaar van vroeger. Veel succes! To ride my bike, I want to ride my bike.
kijken wij terug naar oude afleveringen, beelden en nog veel meer van de kleine tour. Deze aflevering kijken wij naar woensdag 4 juli in 2004, waar onze oude presentator de Miss van 2004 gaat wakker maken. Veel kijkplezier! Nu, in 2004 nog steeds springlevend. 192 renners hebben de week van hun leven. Zorg dat u erbij bent en mis geen moment. Kom kleine tour. Van 23 tot en met 28 augustus. Beleef het mee. Op radio en tv. Steeds leukere, ongelooflijk spectaculaire fietsmarathon. Een hele goede morgen. We staan hier op de Olmendreef nummer 4. En u zal wel denken, waarom staat hij daar nu? Het is heel vroeg in de ochtend. En net zoals vorig jaar, misschien weet u het nog wel, hebben wij de Miss Kleine Tour 2003 uit bed gehaald. Nou, ga jij maar eens kijken of dat je haar kan verblijden met een lekker ontbijt met croissantjes, champagne en nog veel meer lekkers. Maar pas wel op, want ze is nog wel misschien aan het slapen. Ga maar snel kijken. Een hele goede morgen, Miss Anke. Miss Anke, hier ligt ze dan hoor, als een prinses in bed. En ook al met zo'n mooie klamboek over de bedje. Hallo? Ja, maar dat gaat vanzelf. Kijk eens, Freek. Ik heb dit al vaker gedronken. Oh! Wat? Zit er een gat in het plafond? Kijk toch eens uit. Ik denk dat je er toch iets meer moet gaan drinken. En in ieder geval, neem een slok. Want hij is hartstikke lekker hoor. En dan gaan we hier even lekker ontbijten. Dan gaan we Miss Anke een hele dag volgen. Komt ie maar, Miss Anke? Ja, dat is even timing, hè? Ja. En, ben je al helemaal wakker geschud? Ja, dat wel. Dat was een zware ochtend, hè? Net eventjes op bed. Ja, ik voel me ook niet zo heel erg lekker. Dus. Heb je daarna nog wel goed gegeten? Ja. Ja? Meen je dat? Ja. Oké, nou, want je moet nog een hele dag op de been, hè? Laten we maar gauw naar binnen gaan met z'n allen. Hallo, goedemorgen. Ze wordt als een koningin behandeld, zie je wel. Ze mag gelijk plaatsnemen. Want ze moet op tijd klaar zijn voor natuurlijk 10 uur. De behendigheidsrit die wordt bereden straks. Nou, we gaan eens even kijken hoe ze hier wordt opgedut. Nou, we zijn heel benieuwd. We kijken gewoon eventjes hoe je eruit gaat zien straks. Dit is voor en over een paar uur dan zien we hoe dat ze eruit ziet erna. Hanen en nagels van de Miss worden nu gedaan. Het zag er vroeger toch anders uit dan tegenwoordig. Maar hoe is eigenlijk het eindresultaat? Verslaggever, kom er maar in. Ze hebben eerst gelijktijdig zeg maar, mijn nagels en mijn haar gedaan. Hebben ze eerst krulspel erin gedaan en daarna gewoon leuk opgestoken. Ja, wat vind je er zelf van? Ik vind het leuk. Ja, laat je nagels maar eens zien aan de camera. Kijk, is dat mooi. Dat is helemaal aangepast aan je ring, hè? Geloof ik. Ja, klopt. Ja. Heb je er nog veel uitleg bij gekregen? Nee. Nee? Maar dat had je niet zo'n behoefte aan, denk ik. Want je bent vanochtend ook wakker geworden met een fles champagne, hè? Ja, dat was heel gezellig, ja. Nou, wat moet jij hier vandaag nog doen? Ik denk dat ik nu een beetje moet rondlopen. Maar er is waarschijnlijk ook een springkussen waar ik dus bij moet staan. En dan als het rennetje aan de overkant is, dat ik hem een kusje moet geven. Maar dat weet ik nog niet zeker. Wat was dit een leuke ervaring. Kijken hoe het er vroeger aan toe ging bij de Miss Kleine Tour. Morgen zie ik jullie weer. En dan kijken we naar het volgende. En dat is weer iets compleet anders dan vroeger. Tot morgen. Ik zit hier naast Maas. Maas? Ja.
En wat ga je vandaag doen? De koppel? Koppel. Koers? Koppel. De koppelkoers? Ja. En hoe ga je dat doen? Rennen. Ga je rennen? En wie gaat er steppen? Lucas. Lucas gaat steppen. En waarom gaat Lucas steppen en jij rennen? Omdat ik niet op de step pas. Jij past niet op de step? Nee. En waarom pas je dan niet op de step? Omdat ik daar nog niet groot genoeg ben. Oh, je bent nog niet groot genoeg? Nee. En waarom vind je het nou zo raar dan dat er opeens een step is? Dat is raar, hè? Omdat het de 50ste is. Het is de 50ste kleine tour en daarom is er een step. En bij welke ploeg zit jij? En wat vind je van je ploeg? Heel leuk. Heel gezellig? Ja. En wat doen jullie allemaal? Fietsen. En grapjes maken. Grapjes maken. Nou, volgens mij hebben jullie het hartstikke gezellig en veel succes met de koppelkoers. Dank je. Ik sta hiernaast. Teun. Teun. En Teun, wat heb jij vandaag gedaan? Daarnet. De koppelkoers. En hoe ging die? Goed. En wat was nou de twist dit jaar? Dat je met de step moest in plaats van fiets. En waarom denk je nou eigenlijk dat je met de step moest in plaats van met de fiets? Weet ik niet. Oké, en hoe ging het? Goed. Ging het goed? Ja. En wie heeft er gestept en wie heeft er gerend? Ik heb gestept. En wie heeft er gerend? Koben. Nou, doe even zwaaien naar Koben. Misschien kijk je thuis wel. Zeg even bedankt voor het rennen. Dank voor het rennen. Nou, top. En wat ga je vandaag nog allemaal nog meer doen? Kijken naar Holland. Kijken. Dus nu ben je klaar en nou ga je lekker kijken. Ja. En hoe schat je je kansen in voor de koppelkoers? Best wel goed. Best wel goed? Hoezo zo goed? Omdat ik goed kon steppen. Ja. Nou, heel erg bedankt voor dit interview en nog veel plezier deze week. Ja. Dames, wat hebben jullie gedaan daarnet? Step. Step. En bij welk onderdeel? De koppelkoers, inderdaad. En hoe ging het? Goed. Goed. Wie van jullie heeft er gestept? Hand omhoog. Ik. En wie van jullie heeft gerend? Jullie twee? Nou, en ging het echt helemaal goed? Ja. Geen probleempjes? Nou, helemaal mooi. En hoe schatten jullie je kans in? Klein? Klein? Dus zo goed ging het nou ook weer niet. Nee. En hoe is jullie ploeg nou? Jumbo. En hoe is die ploeg? Gezellig. Gezellig? Hoezo is die zo gezellig? Omdat we heel erg en hard draaien mee dansen. Nou, dames, ik wens jullie nog heel veel plezier vandaag. En veel succes met de uitreiking van de koppelkoers. Hallo, goedendag en welkom bij het weerbericht. Het was vandaag weer een prachtige dag in Steenbergen met de kleine tour. Jullie hebben vandaag jullie acceptatie van jullie stalen ros mogen ontvangen bij de fietsenkeuring. Ook mochten jullie tezamen de koppelkoers afleggen. Dat hebben jullie goed volbracht. Zoals jullie zien sta ik hier in Oud-Gastel. Dit is een nieuwe tweede rustplek van morgen. Jullie gaan eerst morgen naar Essen, jullie oude vertrouwde rustplek. Jullie gaan morgen ook de sprint afleggen en daar wens ik jullie veel succes mee. Maar eerst, het weer van morgen sluiten wij af met een mooie weerspreuk. En de weerspreuk van vandaag is: kwaakt de kikker in het riet, gaat het regenen of niet? Veel plezier morgen bij de sprint. En dan zeg ik nog maar één ding en dat is tot morgen. Goedendag.